Boeren in het hele land voeren vandaag en gisteravond actie tegen een voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Minister Schouten van Landbouw wil dat de hoeveelheid eiwit in het veevoer omlaag gaat. De dieren stoten dan minder stikstof uit. Een deel van de boeren is inmiddels naar het Malieveld in Den Haag gegaan, maar het grootste deel voert gewoon actie in eigen provincie. Mick Tinga van Farmers Defence Force Flevoland, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Waarom protesteren jullie tegen het omlaag brengen van de hoeveelheid eiwitten in het veevoer? Nou, waarom wij er tegen protesteren is omdat het gewoon heel slecht is voor onze dieren. Als jij een zwangere koe hebt en die krijgt van bepaalde stoffen te weinig binnen, ja, dan kan het met de koe slecht aflopen. Maar ook met het kalf of met de ontwikkeling ervan. Maar en dat is bij een mens. Ik neem aan dat die minister toch ook onderzoek heeft gedaan. Dat komt toch niet zomaar uit de lucht vallen van, goh, zullen we dan de eiwitten gewoon een beetje omlaag brengen? Nou ja, dat de minister onderzoeken doet, nou, die tijd die zijn we denk ik al lang voorbij. Want het enige wat voor onderzoeken hun doen is wat voor Den Haag het beste uitkomt. En dat is boertje pesten en zorgen dat ze weggaan. Ja. En die tijd die zijn wij al lang voorbij. En dat is niet alleen aan de boeren gericht. Maar het gaat over heel het land. Ja. Want er wordt natuurlijk wel gezegd, daar heb je die boeren weer. Alleen wij boeren doen het niet alleen voor onszelf. Maar wij produceren natuurlijk iets. We produceren levensmiddelen. Ja, maar dat boertje pesten, dat gebeurt de laatste tijd wel heel vaak, hè? Ah, dat gaat alleen maar door. Daar moeten ze mee ophouden. En die dag die komt steeds dichterbij dat ze ermee op moeten houden. Ja, denk je dat het zover gaat komen? Ja, zeker weten. Want de boeren zijn het zat. De bevolking die begint het meer zat te raken. En nou ja, het is mooi dat we elkaar nu ook aan de telefoon hebben. Dus iedereen die ook meeluistert van de burgers zou ik zeggen, zie je volgende keer weer een trekker op de weg. Bel je baas op en zeg dat je niet komt werken en sluit je aan. En laten we met elkaar met het hele land zorgen dat het kabinet aftreedt. En dat er voor heel Nederland goede en gangbare regels komen. Of je nou burger, boer, bouwer of wat je ook maar bent. Maar het moet nou afgelopen zijn. Op welke manier gaan jullie vandaag protesteren in Den Haag? Nee, ze gaan niet in Den Haag. Sommigen wel. Nou ja, ik ben zelf niet in Den Haag. Er zullen er vast een paar zijn. Maar ik denk niet dat het heel storm zal lopen in Den Haag. Want daar zijn we natuurlijk al zo vaak geweest. Dat zet geen zoden aan de dijk. Nou ja, ik ben natuurlijk niet alleen. Maar in Flevoland wel dan? Zet dat wel zo aan de dijk als je in Flevoland blijft dan? Hoe zegt u dat? Jij zegt het zet geen zoden aan de dijk om naar Den Haag te gaan om te protesteren. Maar zet het wel zoden aan de dijk om dan gewoon in Flevoland te blijven? Nou, ik denk dat het zoden aan de dijk zet om het heel landelijk te doen. En dan gewoon iedereen eigen provincie en gewoon de economie maar plat. Maar, en hoe wil je dat dan doen? Nou, zorgen dat er niks meer in de wijk kan. Ja, barricaderen, blokkeren alles. Nou ja, dat lijkt mij het anders. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Hmm. Maar ik denk, als we alles op slot gooien, en dan bedoel ik niet alleen de snelwegen mee, maar dan bedoel ik ook de scheepvaart mee. En daarmee raak je de economie zo hard. En hou je poot maar stijf. Nou, als we dat een dag of drie volhouden, dan als we dat zo lang vol moeten houden, dan is het probleem wel opgelost in Den Haag. Dat zijn de acties die jullie van plan zijn als het kabinet de maatregelen toch door gaat voeren. Nou ja, wat we dan voor acties gaan doen. Ja, daar zijn we nu over in beraad wat we gaan doen. Kijk, wat ik net opnoemde was wat ik persoonlijk, wat ik persoonlijk vind. En nou ja, we zijn nu acties bezig dat wel bikkelhard is. Maar nou ja, toch ook nog wel enigszins voor de burger ook nog wel ludiek. Ja. Dus we zijn er nog niet helemaal over uit. Ik kan er dus ook nog niet te veel over zeggen wat wij in Flevoland willen gaan doen, zeg maar. Maar dat is waar wij in Flevoland over hebben. En maar dat zou ook wijzen wat we gaan doen. Mick, die voorgestelde maatregelen, is het niet gewoon ook zo dat echt nodig is? Die stikstofdoelen die moeten gehaald worden. Kan het niet op een andere manier dan, zonder de boeren te raken bijvoorbeeld? Nou ja, dat kan zeker op een andere manier. Kijk, ik bedoel, we hebben die coronacrisis gehad. En de lucht is nog nooit zo schoon geweest. Dat het Schiphol niet vliegde. Ja. Dat er geen vliegtuigen in de lucht waren. Nou, ben ik van mening, nou hebben we Schiphol wel nodig voor de economie. Mm. Hè, dat is gewoon zo, jij en ik willen ook wel eens een keer op vakantie. Dan heb je Schiphol gewoon nodig. Ja. Maar waarom laten ze Schiphol niet betalen voor een natuurgebied? Hè, ook mijn mening. Waarom laten ze Schiphol er niet voor betalen? Op die manier komt er extra geld vrij wat nu in een natuurgebied gestoken wordt. Hè, qua onderhouding en noem maar op allemaal. En dat geld kunnen ze gebruiken voor de industrie. Om te zorgen dat daar betere filters komen, zodat die nog minder uitstoot doen. Hm. En op die manier win je al een hele hoop terug. En de boer, ja, er is een heel goed plan van het landbouwcollectief geweest, waarin de boer ook zijn steentje bijdraagde.
En wat voor veel meer, wat veel meer opleverde als wat de plannen van het kabinet zijn. En daar willen ze niks van weten. Nee, maar Mick, dus ja. We hadden het net over van doet de minister eigenlijk wel genoeg onderzoek? Jij bent niet van mening dat zij onderzoek doet. Nou is er wel een motie van de CDA en VVD aangenomen om toch eerst meer onderzoek te gaan doen. Dus er wordt toch op een of andere manier wordt er wel een beetje naar jullie geluisterd. Nou ja, kijk, de motie die hun opgedaan hebben, nou ja, het is hartstikke mooi dat ze het gedaan hebben. Maar ja, ik bedoel... Dat is toch in principe wat jullie willen, dat er toch eerst onderzoek naar wordt gedaan? Want op een of andere manier moet er iets met die stikstof gedaan worden. Dat is zo. Alleen, wanneer komt Den Haag terug van vakantie? Dat is wanneer de regel in moet gaan. Mm-hmm. Wanneer moeten ze dan onderzoek gaan doen? Dan is er al. Nou ja, er is nu een motie aangenomen. Dus dat onderzoek zal eerst moeten gedaan worden. Dat betekent dat het dus nog wel even kan gaan duren voordat dan ook die wet in werking treedt. Ja, maar dat is toch hetzelfde als met de RIVM die metingen doet. Die wordt betaald door de staat. Denk je dat de RIVM de staat gaat afvallen? Hetzelfde wat er nou gaat gebeuren. Nee, daar geloof ik niet in. Nee, oké, jullie geloven daar niet in. Maar het onderzoek gaat dus wel eerst plaatsvinden. Wat gaan jullie vandaag verder nog doen? Of tot hoe laat? Waar? Geen idee. Het kan als we allemaal met elkaar uit zijn, kan het over 5 minuten zijn. Het kan over 1 uur zijn. Het kan ook nog 1 of 2 dagen duren. Ik kan er nog niks over zeggen, want er is nog niks helemaal duidelijk wat we gaan doen. Oké, goed. Mick Tinga van Farmers Defence Force Flevoland. Was dat de motie van de VVD en het CDA om eerst aanvullend onderzoek te doen naar het effect van de vervoermaatregel is vannacht aangenomen. Dat betekent dat het nog wel even kan duren voordat de hoeveelheid eiwit in het veevoer omlaag gaat.